Ernst, ik wil je als eerste vragen om een beeld te scheppen van het gezin waarin je bent opgegroeid. Een zeer modern, zeer vooruitstrevend gezin, links, intelligent, vooral ook heel vrij, een iets oudere zus, 2 jaar oudere zus. We hadden een hele goede verhouding. Dat blijkt ook wel bijvoorbeeld uit de laatste brief die zij uit Amsterdam schreef naar een hele goede vriendin waar ze had zullen onderduiken. Die brief is een aantal jaar geleden opgedroken met nog een heel ander aantal brieven. Waaruit uit bleek dat onze verhouding zo goed was. Zij schrijft erin dat ze me daarnet een blauw oog had geslagen omdat we ruzie hadden. Nou, je hebt alleen ruzie als je het goed met elkaar kan vinden, denk ik. En ik herinner me niks van dat blauwe oog, dus dat zal wel meegevallen zijn. Maar ik had bewondering voor haar, keek naar haar op. Wat ze wist, wat zij las. In dat gezin hebben we bijvoorbeeld allebei goed geleerd te lezen. We lazen het Handelsblad thuis. Dat betekende... Ja, wilde een Bruintje Beer lezen. Nou, de een mocht het de ene dag op zijn kop lezen en de ander de andere dag. En ook de artikelen in de krant. Het was dus een uiterst modern lid van de Nieuwe Malthusiaanse Bond enzovoort enzovoort. Vader, omdat hij werkloos was geweest, werd hij fabrikant via het ZZP, zou je tegenwoordig zeggen. Zelfstandig gezondheidspersoneel, toen hij werkloos raakte, omdat de dameshoedenfabriek waar hij in opleiding was, failliet ging. Toen is hij maar voor zichzelf begonnen bij zijn vriendin in huis. Ze woonden al samen. Wat helemaal geen probleem was bij de grootouders. Nou en, so what, zijn volwassen mensen. Dus ook de grootouders, zeer modern, wel nog lid van Joodse gemeentes. Mijn ouders hadden zich onafhankelijk van elkaar laten uitschrijven als lidmaat van de Portugese, respectievelijk de Hoogduitse Joodse gemeentes. Niet religieus, nee, anti-religieus. Heel duidelijk. Dus ik ben in een toch wel heel bijzondere, zeer vrije omgeving opgevoed. Alles thuis. Heel open en vrij. Alles werd besproken. En hoe heette je ouders? De naam van je ouders? Mijn vader Albert, heette eigenlijk Abraham, maar er waren toch al zoveel brammetjes toen hij uit de Eerste Wereldoorlog vanuit België naar Nederland kwam met ouders en zijn broers en zus, dat hij Albert werd genoemd als afkomstig vanuit België. Mijn moeder heette Annie Fievano, Bijebano, dat is een heel goed Portugese naam. Of Noord-Italiaans. Hoe tels? Want er is een dorpje Vigevano in de buurt van Milaan. Dus waar komt de naam vandaan? Het werd geschreven op zijn Portugees Vigevano. Dus ook daarover werd gesproken. Ik wist hoe dat in elkaar zat. 14 zoveel met de katholieke koningen van Spanje. De verdrijving. Iets wat waarschijnlijk in die tijd nauwelijks kinderen wisten. En je vertelde dat je ouders links waren. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe uitte zich dat? Uit hun hele opvattingen in dat bedrijfje, dat eenmansbedrijfje van mijn vader, wat eerst in de keuken en op het zolderkamertje in de Tol Dwarsstraat begonnen was. Was binnen de kortste keer een bedrijfje met personeel in de Warmoestraat naast Krasnopolski. Vlak naast Krasnopolski, de gevel van dat pandje onder, dat houten, modern architectuur. Dat staat er nog. Hij heeft dat gehuurd. Heel kort was dat al te klein, naar de Rapenburgerstraat in een oude diamantfabriek. Ook dat was al na, ik geloof, een jaar te klein. En toen een grotere fabriek, ook vroeger een diamantfabriek. 3 nummers, heel breed, heel diep. Dus 2 een voorhuis en een achterhuis, 5 verdiepingen hoog.
is een pand waar de zoveel honderden personeelsleden wel weg konden vinden. En ook een oom met zijn neonlichtreclamefabriek erin kwam. Dus dat was, ja, ik merkte dan ook heel duidelijk als kind, dat merk je, dat voel je, hoe je vader bekeken wordt in een bedrijf. Dat was met achting, met genoegen, met plezier. En dat voel je als kind. Je wordt dan zo plezierig door de mensen opgevangen, ontvangen. Ik heb wel eens bij diverse bezoeken heel anders meegemaakt. Dat je als de baas uit zicht is, nou dan zijn de gezichten tellen dan vertellen boekdelen die niet leuk zijn. Nee. Dus dat is, ja, er werd vakantie gegeven, er werd vakantiegeld betaald, wat ik geloof ik toen nog helemaal niet zo bijzonder was. Als de mensen met vakantie gingen en terugkwamen, was het niet van, is er misschien nog wel een baan? Nee, ze kwamen gewoon terug. En ik heb ook toen al begrepen dat het lang niet altijd gebruikelijk was. Als je vakantie wilde hebben, dan nam je dat maar voor je eigen rekening. En als je terugkwam, of er dan een baan voor je was, nou ja, toeval. Dus zeer voor die tijd vooruitstrevend. Jullie gingen ook als gezin zelf heel veel kamperen? Toen ik geboren moest worden, ja. Natuurlijk in de Kamperstraat, in de Vroedvrouwenkliniek, die de beste plaats van Amsterdam was, in tegenstelling tot het walgelijke Mariapaviljoen naast het Onze Lieve Vrouwengasthuis. En ik zie iemand hier lachen, want daar heeft mijn vrouw, mijn alweer 15 jaar geleden overleden vrouw, haar hele leven ellende doorgehad, omdat ze haar daar niet behoorlijk als baby hadden behandeld. Mijn ouders dus ook de vroedvrouwenschool, perfecte opleiding voor vroedvrouwen overigens. En nou ja, hier zit ik. En dus ja, en mijn zus wat ouder. Mijn vader ging dus, mijn moeder opgenomen was, ging hij met Wanda kamperen, Soestduinen. Dus ja, waarom niet, hè? Kamperen, klein tentje. Dus ja, zo ging dat gewoon. Fietsten veel, liepen veel. Eerst een motorboot gehad, later een zeilboot gehad. Op mijn biografie staat op de, ik heb ook nooit niet gezeild, pas de laatste 2 jaar niet meer. Op mijn biografie staat buitenop een foto waar ik aan het roer zit van het zeiljacht wat mijn vader voor de oorlog had gekocht en waar ik zelfs na de oorlog nog weer mee gezeild heb. Want dat schip heeft in letterlijke onderduik de oorlog overleefd. Onder water en binnen in mijn biografie staat nog een gekkere foto. Dat was toen het eigenlijke boek al in druk was, zeilde ik met mijn partner en vrienden op het Sneekermeer. En toen maakten ze een foto. En dan vonden we dat, nou kijk, buitenop komt die foto aan het roer. En nou zit ik nog een keer aan het roer. Ja. Dus er binnenin. Ach, nee. Ik probeer ook altijd het roer in handen te hebben, weet je. Nee, dat is er zijn mensen die ja schudden hier. Werd er bij jullie thuis ook gesproken over de situatie in Nazi-Duitsland? Ja. Heel vroeg al. Heel veel. Er kwamen ook via ons vluchtelingen vanuit Duitsland. Ik heb in der tijd nooit precies begrepen hoe dat toeging. Want ik had toen al heel, heel goed in de gaten. Horen, zien en zwijgen. Heel goed geleerd. Ik weet maar van één iemand de naam. Heini Bergman. Die had in de Spaanse burgeroorlog tegen de Duitse legioen gevochten. In de internationale brigade. Opgepakt toen Franco bewind kwam. Naar Duitsland gevoerd. In Boegewald gezeten. Ik heb hem na de oorlog vergeten te vragen of hij nou eigenlijk toen vrijgelaten was of gevlucht. Nooit geweten. Toen ik in 1944
1945 januari in Boegewald terechtkwam, zat hij daar ook. Had ik dat maar toen geweten, dat heb ik pas een paar maanden na de oorlog gehoord, dat hij daar ook zat. Ik heb hem na de oorlog diverse keren gesproken, maar voor de oorlog ook nog, want bij ons in Nederland kon hij nu blijven. Mijn moeder en vader hadden hem ondergebracht, klinkt een beetje gek, toch ondergebracht, een beetje illegaal, bij een hele goede vriendin van mijn moeder in Amsterdam, aan de Rustenburgerstraat. Dat zijn van die details die ik allemaal nog goed onthoud. En hij kreeg een verhouding met haar. Zij was Jodin, getrouwd, misschien gescheiden toen. Twee kinderen met een niet-Joodse vader. Kom binnen, mensen. Komt u binnen en ga zitten. Ik denk, bent, Ja hoor. En dus, even wachten. Ja. Ja, komt u binnen. Welkom. En omdat hij in Nederland eigenlijk vervolgd werd toen in de 1939, zijn ze naar België gegaan, waar ze wel welkom waren, vluchtelingen. Zoals nu ook in België vaak vluchtelingen veel sneller welkom waren. En we hebben ze een paar keer zelfs bezocht in België. Dus van hem wist ik al over Boegewald, wist ik over andere concentratiekampen. Hij vertelde, maar dan buitenom hoorde, mijn vader had contacten met vakbondsmensen uit Duitsland. Hoe? Vraag het me niet, want dat valt onder de categorie horen, zien en zwijgen. Ik heb zijn naam ooit eens genoemd gehoord. En ik weet dat ik toen vreselijk op mijn donder kreeg dat ik hem zijn naam een keer noemde. Ernst, die naam heb je niet gehoord. Uit. En van hem weet ik dat er ook, maar ook op andere manier kwam informatie door vanuit Duitsland. Over de euthanasieactie, maar al eerder over de Veenkampen. Wij zongen in een jeugdkampen. Mijn zus en ik waren al heel vroeg lid. Ik pas toen het kon, een beetje eerder ook al, van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Nou, daar zong je wel eens bij een kampvuur, zong je wel eens een lied. Bijvoorbeeld het lied van de Moorsoldaten, het lied van de Veensoldaten. Een van de boeken die ik altijd toon bij een gastles is dit boek. Dat is een Nederlands boek. Het is nadat het verschenen is en dat men in Duitsland het belang van dit boek inzag, is het in Duits vertaald. Het gaat over de 15 Veenkampen, die Moorlager, die Emslandlager, die oude werkverschaffingskampen waren in Duitsland aan de Nederlandse oostgrens. Burger, Meer enzovoort. Er wordt gezegd dat het Burger Moor heette. Nee, toen werd dat Burger Meer genoemd. In die 15 concentratiekampen zijn tussen 1933, toen het van werkkampen concentratiekampen gemaakt werden, meteen na de machtsovername door Hitler, ten minste 150.000 tegenstanders van het nazi-regime vermoord. Want een aantal jaren, ik weet het aantal nu niet meer, want men brengt nog al door vermoorde mensen op naam. Er zijn zoveel mensen anoniem vermoord in die kampen. Maar toen ik een jaar geleden met een Duitse vriend, die vertelde me toen, nou, nu staat het aantal op 150.000. En dat is dus... een aantal wat ik het eerst hoorde, zeg maar voor de oorlog of in de oorlog, van misschien 80.000 mensen. Dat aantal werd al de groter. Ja. Over de euthanasieactie hadden we gehoord. We hadden zelfs al gehoord dat er gaskamers gebruikt werden. Die mensen die gaskamers bedienden in Zuid-Duitsland, Schloss Hartsfeld of zoiets, en Noord-Duitsland, dat zijn dezelfde mensen die later de gaskamers in Auschwitz en andere plaatsen bediend hebben, ingericht hebben. Ik wil even door naar 1940. Ja.
Duitse troepen vallen Nederland binnen. Wat voor effect had dat? Kan jij je die dag nog herinneren? Ja, heel bewust. Mijn ouders waren op zakenreis geweest, in ieder geval naar Brussel, maar misschien ook naar Parijs. En waren die nacht in plaats van 's avonds tegen het eten terugkomen, dat was gewoon, dan kwamen ze wel tegen etens terug, ze waren een paar dagen weg geweest, verschenen niet. Nou, je had toen geen mobiele telefoons en zo, dus, zal wel. Tot 's nachts om 3 uur het kabaal begon van de vliegtuigen boven de Gooise Hei. We woonden toen in Bussum. Mijn zus en ik en ons dienstmeisje naar de zolderkamer. Daar uit het dak kijken. We zagen dus de parachutisten afgeworpen worden. Er werd geschoten. Een ogenblik later kwamen mijn ouders thuis. Of ze waren net al thuis. Dat weet ik niet meer precies, die volgorde. Vertraagd door dat onderweg. Die de militaire attaché in Berlijn had regelmatig gewaarschuwd. Nederlandse regering, er gebeurt een aanval. En ook voor die dag had hij weer gewaarschuwd en waren dus de vliegtuigen van het vliegveld Ypenburg gehaald en op de weg gezet naast Ypenburg, die een beetje breder was en geschikt voor vliegtuigen. En daardoor hadden mijn ouders om moeten rijden, vastgezeten in het verkeer. Dat begon al in België, problemen in Nederland. Dus waren ze gewoon zo'n uur of 8, 9 vertraagd. Telefoon ging. Eigenlijk moet ik zeggen, op het moment toen die vliegtuigen, toen we wisten dat de oorlog uitbrak, dan krijg je het gevoel, gezien alles wat we al wisten, zoals iemand zal voelen als hij aan de galg hangt, dat het luik onder zijn voeten wegvalt. Je valt bom in het niets en boem, heel erg. En ik denk dat het buitenlanders zijn. Sorry, ik veronderstelde dat het Engelstalig was, maar dat kan ik wel. Maar dat is, en Engels en Nederlands kan ook, maar dan wordt het zo lang. Goed, wij wisten dus dat het mis was. Echt heel erg mis. Als je dat gevoel hebt, waar is mijn leven, waar gaat het heen, waar gaat het naartoe, leef ik nog wel straks. Dat gevoel. Mijn zus een beetje hetzelfde. Dienstmeisje niet, niet-Joodse jonge vrouw, heel fijn. Tony, mijn moeder, Tony Waarbroek, mijn moeder heeft met haar ook na de oorlog heel veel contact gehad. Zij is naar Canada verhuisd en ik ben jammer genoeg een aantal jaren geleden haar spoor kwijtgeraakt. Zal wel niet meer leven, dat zal waarschijnlijk de reden zijn. En dan sta je daar met z'n drieën, telefoon gaat. Een van de directeuren van de Bijenkorf, meneer Goudsmit, belt. Hij was schoolgenoot van de middelbare school van mijn moeder en zakenrelatie van mijn vader. En zegt, vraagt mijn vader of moeder aan de telefoon. En zegt, ik ga naar IJmuiden. Jullie hebben een auto, je zal wel benzine hebben om naar IJmuiden te rijden. Ik heb daar een gecharterd schip liggen en we gaan proberen naar Engeland te vluchten met dat schip. Ga mee. En mijn ouders zeiden nee, want er is zoveel familie van ons afhankelijk, die willen we niet in de steek laten. Hij zei, van mij ook veel familie afhankelijk. Hij zegt, maar het heeft geen enkele zin, want ze worden toch vermoord. Dus heel letterlijk, hoor. Zo was het gevoel echt wel. En dus we zijn niet gegaan. Mijn moeder zei na de oorlog, maar zei ook in de oorlog al. Dat was de verkeerde beslissing die we genomen hebben toen. Ja. Het leven wordt steeds grimmiger. Er worden anti-Joodse maatregelen genomen. Op een gegeven moment moeten jullie als gezin in 1942 op last van de Duitse bezetter naar Amsterdam. Ja, eigenlijk was dat gebod was pas later. Maar we wisten al lang dat het zou gebeuren, maar mijn vader, toch wel wat mogelijkheden, terwijl het niet mocht, zag kans te ruilen met mensen in
Amsterdam. Daardoor kwamen we in een veel betere woning dan ergens bij grootouders of familie ingekwartierd te raken. Die mensen naar Bussum. Bij de verhuizing van onze meubelen naar Amsterdam en hun meubelen naar Bussum heeft de verhuizer nogal wat vergeten mee te nemen vanuit Bussum. Nou ja, dat staat dan bij mij thuis of hangt aan de muur. En jaren geleden komt zijn zoon bij een crematie van een goede vriend naar mij toe en zegt: Ernst, ik zit met een vreselijk probleem. Ik zeg: waarom kom je bij mij? Ik ben geen psycholoog. Hij zegt, maar jij kan het misschien, ik hoop het, oplossen. Ik kon het, was geen enkel probleem. Hij vertelde dat zijn vader na die dag verhuizing thuis was gekomen en vertelde aan zijn vrouw, die chefin was geweest, of was, in die dameshoedenfabriek. Dat is een hele belangrijke functie, goede vriendin en hij ook een goede vriend van de familie. Hij reed ook met de taxi voor ons toen we nog geen eigen auto hadden en zo. En want mijn vader kwam thuis naar de verhuizing en zei, hij zegt, ik was zo klein dat ze dacht dat ik het niet begreep. Hij zei tegen mijn moeder, ik heb zoveel vergeten mee te nemen. Er staan wat dingen bij mij in het magazijn en er zijn wat dingen. Ja, hij zegt, en ik heb het gevoel met al die bewaarders, voor mensen die dat niet weten, dat waren Ariërs die de goederen van Joden in bewaring kregen en stalen. Of alleen als ze niet in bewaring kregen, stalen ze toch. En hij dacht dat hij zijn vader en moeder dus die dingen. Ik zei, och jee, wat verschrikkelijk. Waarom heb je het me niet eerder gevraagd? We hebben alles teruggekregen, alles. Behalve één stoel, waar niemand van weet waar die gebleven is. Het was een antieke levensstoel. Gewoon verdwenen. Zoiets kon ook nog wel. Ja. In januari 43 worden jullie als gezin opgepakt. Zou je dat kunnen beschrijven, wat er toen plaatsvond? Ja. Mijn vader en zus waren intussen gaan werken in een atelier waar weermachtskleding gemaakt werd. Daardoor hadden ze een sperre. Of ik dat precies toen wist, kan ik me niet goed herinneren. Ik weet wel dat mijn vader een tijdje in een van de ziekenhuizen, Joodse ziekenhuizen, als stoker gewerkt heeft. Dat weet ik wel. In ieder geval had een sperre. We zouden onderduiken eind januari, want dan was alles dichtgevroren. Toen had je nog echt winters in Nederland, gewone winters. Was alles dichtgevroren. Veilig om over het land 's nachts naar de onderduikadressen te lopen met een klein rugzakje. Dat hadden we zo gepland, maar 14 januari, niet 12 januari zoals ik vroeger wel eens dacht, maar 14 januari werden we letterlijk uit huis gehaald. Ineens, ik was Frans huiswerk aan het maken, de Franse woordenboeken die ik die avond gebruikte, die heb ik nog thuis liggen. En ineens kabaal, deur ingeduwd of wat dan ook. Twee zwarte Nederlandse politieagenten, schalkhaarders, stonden binnen met een Duitser in groen uniform. Mijn moeder en vader in de keuken aan de afwas bezig, horen het kabaal, komen toelopen. Mijn zus in haar kamer, ook in huiswerk, hoort ook het kabaal, komt ook toelopen. Mijn moeder begint tegen deze twee zwarte misdadigers begint zij te schelden, komen terecht dat zij mensen naar hun dood toe brachten voor een kleine fooi. Ik wist niet dat mijn moeder zoveel scheldwoorden kende en zo'n ongelooflijk geluid kon produceren. Dat heb ik toen wel ervaren. Waarom deed ze dat? Boven op de logeerkamer, woonden op de derde verdieping toen. Zuider-Amstelaan, nu Rooseveltlaan, 162. Derde verdieping. Op de zolderkamer logeerde, was in onderduik tijdelijk
Saartje Duits. De vorige onderduikadres was onveilig, dus tijdelijk even bij ons, waar al meerdere onderduikers via ons huis waren doorgegaan. Saartje Duits begreep mijn moeder meteen, sloop de trap af. En dan moet je rekenen, die deur staat open, daar staan die twee zwarten, daar staat die Duitser. En ik zie haar zo naar beneden gaan. En dan moet je vooral zo gaan kijken natuurlijk. Nou nee, dat wist ik echt wel. Dus ik bleef. Mijn vader had een van die andere agenten, wat je noemt, vast. Ik die andere zwarte. En hoe die Duitse. Ik kreeg het gevoel, die was nauwelijks geïnteresseerd. Zo van, ik mot mee. Die indruk kreeg ik. Saartje Duits ziet kans de trap af te sluipen en mijn moeder is pas gestopt met schelden toen ze merkte dat de voordeur dicht ging, want er kwam niet meer koude lucht naar binnen, trapportaal omhoog. Want je had een stenen trapportaal tot de eerste verdieping, dus dat was maar twee verdiepingen. Zij werd op straat door een meneer zorgdrager opgevangen, dus een huisarts. Zorgdragers zijn altijd artsen. Dat klinkt gek, maar ik heb nog nooit een mannelijke zorgdrager ontmoet die geen arts is. Dus, maar hij heeft haar begrepen het meteen. Er mocht natuurlijk niemand op straat zijn tijdens zo'n razzia. Want dit was een razzia speciaal op die sperren gericht. Dus die vrijstellingen gericht. En dat vertelde die Duitser. En hij haalde haar bij hem in huis. Heeft daarna voor onderduik, voor haar goed onderduik gezorgd. Ze heeft de oorlog overleefd. Ze is getrouwd. Kinderen, kleinkinderen, dochter in Israël met kleinkinderen. Zoon, kleinkinderen in Luxemburg. En nou ja. En jullie? Mee. Naar hoe? Per tram? Ik weet het niet. Ik denk het, de tram naar de stad Schouwburg. Ach, naar Hollandse Schouwburg of Joodse Schouwburg genoemd. Met overvalwagens genoemd? Nee. Okay. Dat zou kunnen, maar volgens mij geen overvalwagens. Ik weet dat dat soms met overvalwagens was, maar misschien toen ook. Dat zijn vaak details die me totaal niet interesseerden. Het kan ook zijn dat we hebben moeten lopen, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we met een groep bij elkaar terechtkwamen en dat we opgejaagd werden. Een moment. Hier aangekomen heeft mijn vader geprobeerd ons nog niet geregistreerd te krijgen om te hopen dat we er misschien op een of andere manier uitgehaald zouden kunnen worden. Achteraf gebleken had dat misschien wel kunnen gebeuren, maar nee. Hier zijn we heel kort geweest. Ik herinner me van die Hollandse Schouwburg eigenlijk niets. Alleen dat het vies was, smerig. Dat de toiletten te weinig waren. Dat mensen hun behoefte deden op het binnenplaatsje of wat dan ook ergens in een hoekje. Wat voor ons die gewend waren buiten te zijn. Nou ja, hè? Vooral voor orthodox vrome Joden. Die natuurlijk helemaal nooit een puntje bloot mochten zien van iemand anders. Zeker niet van ander geslacht, iets verschrikkelijks was. En je neemt het zoals het gaat, take it for granted, je hebt geen keus. Maar je vader nam jullie als gezin even apart, hij heeft toen iets heel belangrijks ook gezegd. Ja, hij heeft, eerst zei hij van denk eraan, vanaf nu eet je alles, we waren vegetariërs. Er werd niet gerookt thuis. Er werd geen alcohol geschonken, geen bier, niets thuis. Gasten mochten ook niet roken. Op het bedrijf werd ook nauwelijks gerookt. Werd ontmoedigd. Dus ook dat. Maar mijn vader zei, vanaf nu alles eten. Maar ook alles. Vlees maakt niet uit. Denk eraan wat je weet van ook wat je wel kan eten. Van het land. Groentes en fruit en verse planten en zo. Dat zei hij. Maar zei ook, Wanda en Ernst, vanaf nu zijn jullie helemaal op jezelf aangewezen.
Op onze steun kan je absoluut niet meer rekenen. Dat is over. Jullie moeten voor jezelf redden. Hoe oud was je toen? Toen was ik 15. En ja, we werden naar de trein gebracht. Hoe dat ging, weet ik niet meer. Ik dacht echt met de tram. Naar het Muiderpoortstation. Maar anderen zeiden nee, het was het Centraal Station. Whatever. Per trein weggebracht. Veewagens, personentrein. Ik weet het niet. Niet belangrijk. Ineens zei mijn vader, hey, we rijden door het station Sertogenbosch. Hij zei, ik dacht al eerder, we gaan niet naar het oosten, maar naar het zuiden. Wat is dat raar? Waar gaan we dan heen? Nou, merken we het wel. Er was ons wel gezegd in de Hollandse Schouwburg, jullie gaan niet Nederland uit. Ook dat, de Joodse Raad had toch alleen maar leugens verteld, dus dat zou ook wel een leugen zijn, redeneerden mijn ouders. Mijn vader was aangezocht om lid te worden van de Joodse Raad. Dat had hij geweigerd, want hij zei dat wordt meteen collaboratie, of dat noemde hij misschien niet zo toen, maar samenwerking met de Duitsers. En daar weiger ik me voor te lenen. En even verder voorbij Sertogenbosch uit de trein gejaagd met veel kabaal. Er was natuurlijk sneeuw en koud voor, of het erg voor, weet ik niet. Ach, het zal misschien 10, 12 graden geweest zijn onder nul. Er lag ijs, de weg was glad. Nou, je hebt dus een kipeentje naar Vught lopen, van Vughtstation naar het kamp lopen, 6, 7 kilometer. Zowel vader als moeder zeiden meteen tegen Wanda en mij, jullie moeten mensen gaan helpen, ga daar maar helpen, ga daar wat helpen, dragen, bagage. Ja, wij hadden alleen maar een rugzakje met een dekenrolletje bij ons, dus we hadden de handen vrij helemaal. En we hebben andere mensen geholpen, na verloop van korte tijd begrepen de SS'ers dat het niet de transport zware misdadigers was, wat hun aangekondigd was dat aan zou komen vanuit het walgelijke concentratiekamp, Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, maar dat het een groep Joden waren met oude mensen, kleine kinderen, baby's, zwangere vrouwen enzovoort. Toen is er wel wat vervoer verzorgd naar het kamp, gelukkig voor die mensen. Mensen die niet gewend waren in die omstandigheden te lopen. Misschien ook niet de goede schoenen en kleding hadden. Wij wel hadden. Alles wat dat betreft scheelde. Aangekomen in Vught, min of meer automatisch werd mijn vader barakleider. Want die ging meteen organiseren. Mensen gaan die stroozakken vullen die daar liggen. Stop daar stro in. Mijn moeder op dezelfde manier, onafhankelijk van elkaar natuurlijk. Want mannen en vrouwen werden natuurlijk meteen gescheiden. Dat vonden wij normaal, dat klinkt natuurlijk belachelijk, maar ja, je weet meteen, het is een gevangenissituatie, dus klaar uit, je weet, je hebt maar te doen. En mijn moeder werd barakleidster, kampleidster van het Joods, een van de drie Annie's Joodse vrouwen die kampleidsters waren van het Joodse vrouwenkamp, Annie Assel, Annie Klafter en Annie Verduin. En daardoor, zowel door mijn vaders positie, door mijn moeders positie, heb ik het natuurlijk, en mijn zus ook in Vught, toch wel wat anders gehad. Ik heb meteen Vught als leerschool gezien voor de verdere concentratiekampen. Ik denk, hier moet ik ja, leren hoe ik me moet gedragen ten opzichte van de Duitsers, de SS. Dat heb ik daar gelukkig heel goed kunnen leren. Heb dat ook heel goed kunnen gebruiken. Ook mijn Duits ja, was gewoon vloeiend, probleemloos. En als ik geslagen moest worden door een SS'er, had ik de brutaliteit om te zeggen, ogenblik, ik moet even mijn bril afnemen, stapte achteruit en stapte dan naar voren, nu mag u slaan. En dan kreeg je een paar klappen die dan niet zo hard waren. Maar waarom want werd je had geslagen? Dat ja, waarom werd je geslagen? Bijvoorbeeld, omdat ik een brief
stopte in de zak van de vader van Joël Cahen, die daar zit, meneer Max Cahen, die voor Philips heen en weer mocht van Eindhoven naar Vught, waar een Philips-commando was. Een Philips-commando waar dokter Frits Philips opgericht heeft om personeel van Philips in Vught te helpen. Dat heeft Philips alleen maar geld gekost, hoor. Ze hebben er geen cent aan verdiend. Ook al zijn er mensen die dat beweren. Daarvoor werd er te veel sabotage gepleegd. En dat wisten ze in Eindhoven wel, dus nou ja. En dan stop je briefje. Post mocht natuurlijk niet zo gaan. Maar net zoals je iemand rolt, dat is door even tegenaan lopen, kan je een briefje in iemand zijn zak stoppen. En dat was dan bijvoorbeeld de reden om klappen te krijgen waarop ik wel aan die SS'er vroeg daarna. Maar waarom sloeg u mij? Nou kan het zijn dat ik wel eens twee gebeurtenissen samenvoeg, hoor, hierbij. Ja, je hebt niet achter je gekeken, maar want er stonden SS'ers die jou niet kenden. Of een andere keer schold een SS'er me uit als doe drekjoede, doe zaujoede. Dan fluisterde ik, ze wisten toch ganz goed, dat is die zaujoede Ernsthuis. Houdt die schnauze, veel kabaal. En ik heb achteraf gevraagd, waar hebt u dat kabaal? Want hij vroeg, heb ik geen pijn gedaan? De SS'er vroeg, heb ik je geen pijn gedaan? Ik zei, nou nee, die klapjes met de handschoenen. Nou ja, dat voel je wel, dat zal wel wat rode vlekken geven. Maar verder. Hij zegt, ik zeg, maar hoe hebt u dat kabaal gemaakt? Ze heb je niet gekeken? Hij had laarzen aan en een zweepje in zijn hand. Dus hij had waarschijnlijk, als hij sloeg, met die zweep op die laars geslagen. Ik weet het niet. In ieder geval, en toen vroeg hij, is het gelungen? Is het gelukt? Ik zei, was mijn zin, wat bedoelt u? Kom nou zeg, speel niet het domme jongetje, je weet best wat ik bedoel. Maar ja, dat moest je natuurlijk toch niet toegeven. Want waarom? Hij had natuurlijk begrepen dat ik bij diegene in zijn zak wat gestopt had. Welke beelden staan je nog bij van het kamp? Ja. Het eeuwige prikkeldraad natuurlijk, de ellende. Een van de prikkeldraadlagen die onder stroom stond. Van het feit dat er mensen in de draad, in de draad hineingegangen zijn. Dus mensen zelfmoord pleegden door in de hoogspanningsomheining te lopen. Dat soort dingen. Ook wel dat er mensen over de bok gelegd werden om een of andere reden. En met een stok geslagen werden. Ja, allerlei strafappels waar ik mee moest doen. Ik heb zelf niet echt hard gewerkt. Ik heb allerlei scharrelklusjes gehad. Hierheen kunnen lopen, daarheen kunnen lopen. En ook natuurlijk door de posities van mijn vader en moeder veel meer kunnen doen. Mijn zus Wanda werd administratrice in het ziekenhuisbarakje. Wat ook natuurlijk scheelt, ik kon met haar ook wel eens spreken, ik kon daarheen. Ik ben er zeker twee keer opgenomen. Eén keer weet ik niet meer precies met wat. En één keer, heel veel langer, in coma gelegen. Ik had toen een heel syndroom van ziektes, wat ook buiten het kamp optrad. Dus niet alleen in het kamp, maar dat heerste toen in Nederland. Dat begon met angina, roodvonk, gevrichtsreumatiek, difterie meestal, hartvergroting, hartkleppenproblemen. En dan eindigde het daarmee in de zin van, dat ging gewoon, je ging dood daaraan, want er waren geen middelen. Niet alleen niet in het kamp, maar erbuiten ook niet. Enkelingen hebben dat overleefd. Ik heb in coma gelegen, dat is een hele rare ervaring. Je hoort alles om je heen. Je kan niets zeggen, je kan niets doen. Je kan niet bewegen, zelfstandig. Je eet toch als je gevoerd wordt. Je drinkt ook als je drinken voorhouden. Of je ogen bewegen kan, dat weet ik niet meer. Maar ik denk het wel. Maar je kan geen reactie geven. Dus ook niet als je plassen moet. Bij gevolg
moet het bed verschoond worden. Nou ja, die matras dan. En ja. En mijn vader werd overgeplaatst naar Venlo. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik nog altijd niet. Ik moet nog altijd gaan naar iemand die in de omgeving van Venlo zich daarmee bezighoudt. Met dat grote militaire vliegveld en van alles. Want die weet er veel meer van. Toen ik een keer met die man belde. En dan helemaal niet vertelde waarover ik belde. Alleen al mijn naam. Hij zei, oh Verduin. Oh, ik ken een naam Verduin van hier het vliegveld. Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, van de gevangenen uit Vught. Nou, toen hebben we even telefonisch gepraat. Ik moet nog altijd een afspraak maken. Ik heb niks te doen, weet jullie. Ernst, op ja. 6 en 7 juni 1943 zijn de beruchte kindertransporten. Uiteindelijk gaan we dus in twee transporten kinderen van 0 tot 16 jaar. Jij was 15. Waarom moest jij niet mee met dat transport? Ik heb toen altijd gedacht, door de voorspraak door mijn vader en of moeder. Maar pas een jaar of, nou het zal ook alweer 20, 30 jaar geleden zijn, vertelde Lottie Huffener mij, ze had het een keer gehoord dat ik dat zei, dat ik niet precies wist waarom, maar dacht door hun protectie. Toen zei ze, nee Ernst, helemaal niet. Jij moest in dezelfde maand... Of in dezelfde maand werd jij 16, dus jij hoefde niet mee. Oh, dat hoor ik nu pas, dat dat de reden was. Er is me wel eens het verwijt gemaakt. Ja, dan is er voor jou iemand anders gestuurd. Dus blijkt dat is helemaal niet het geval dus. Want aantallen waren bij de Duitsers nooit belangrijk. 1 meer, 1 minder, 10 meer, 10 minder. Aantallen klopten ook nooit. Behalve op appel, want dan moesten de lijken er ook naast liggen. Nou ja, maar ook dan ging het wel eens mis. Hadden ze toch niet goed geteld. Dus. Maar ik heb dat uit mijn geheugen gebannen. Maar heb ooit ergens een lijst gezien die ik geschreven heb. Een transportlijst, maar ik weet niet waar. Ik heb heel specifiek, heel duidelijk blokhand, blokschrift. En daar vergis je niet in, je eigen handschrift te zien. Maar waar die lijst gezien heb, ja, het kan in het buitenland zijn, het kan in Nederland zijn, maar het kan over... Ik heb al diverse keren verschillende administraties zitten bekijken, maar het nooit meer gevonden. Maar ik moet er dus mee te maken hebben gehad. Zeer intens. Maar niet met het kindertransport, maar met een andere administratieve... Dingen heb ik van alles gedaan ook. Geholpen met pakkettenontvangst en ga maar door. Op een gegeven moment worden jullie geïnformeerd door een SS'er die in Auschwitz heeft gewerkt. Zou je kunnen vertellen wat jullie toen te horen kregen? Alles. Frans Ettlinger, praktisch zeker, had in Auschwitz gestaan, was overgeplaatst naar Vught. Strafoverplaatsing, vraagteken. En mijn moeder zei nee, hij was overgeplaatst, maar niet geen strafoverplaatsing. In de barak van mijn vader was er wel eens een gezellige avond. Bob Scholte heeft daar wel eens gezongen. Benny Brill heeft over zijn bokscarrière verteld. Violisten van het concertgebouw speelden. Andere mensen vertelden, spraken daar. En dan was er altijd wel één of meerdere SS'ers bij, maar één keer was er dus deze SS'er bij. En na afloop, ik zou hard zeggen, bij de borrel erna, nou ja, er was geen borrel en ook geen drinken daarna, vertelde hij over Birkenau. Tot in detail. Dat de groep daar, die ging naar de gaskamer. Daar werd gezegd dat mensen die geen 8 kilometer kunnen lopen, moeten daar gaan staan. En worden ze dan per vrachtwagen, per LKW, naar hun werkkamp gebracht. Nou, ze hoefden die 8 kilometer niet te lopen, maar 800 meter misschien naar de gaskamers. En daarnaast is een groep mannen die uitgekozen worden om te werken. En ook vrouwen die geselecteerd worden om te werken. Daartussen staan SS'ers met de bajonet op het geweer.
om te verhinderen dat mensen overlopen van de ene naar de andere groep. Hij vertelde ook, je moet minstens 18 jaar zijn als man om te mogen gaan werken. En je moet niet ouder te zijn, afhankelijk, dat wisten we ook, afhankelijk van hoeveel mensen ze nodig hadden. Of het de bovengrens op 35 of 40 of 45 gesteld werd. Of 30 als ze heel weinig nodig hadden. Dat betekende die groep die niet gekozen werd om dwangarbeid te verrichten, gaskamer. Hij vertelde ook dat de gaskamer dood wel 20 minuten kon duren. En dat degenen die dan nog niet dood waren, alsnog doodgeknuppeld werden. Dus dat was, ja, niet helemaal een leuk vooruitzicht. Maar we wisten dus exact. Ik ben van mening, aan de manier hoe hij het vertelde, dat hij dat vertelde ons uitdrukkelijk te waarschuwen. Ook voor diegenen die nog dachten dat de leugens van de Joodse Raad waar waren, dat er werkkampen waren. Natuurlijk, er waren ook werkkampen, maar heel weinig. Dat die ook begrepen wat er gebeurde. Mensen wilden niet zien. Waren ziende blind en horende doof. Op een gegeven moment moeten jij en Wanda op het transport. Met een groep jongeren van onze leeftijd ook. En met trein naar Westerbork. En dat is gek, ik herinner me die reis niet. Hoe, wat, weet ik niet. Auto, trein, vrachtwagen, weet ik niet. Westerbork aangekomen zijn we wel met dat groepje jongeren vanuit Vught bij elkaar gebleven. En van Westerbork herinner ik me ook niets. Ik denk dat ik dat uit mijn geheugen heb gebannen, omdat dat, ja, voor mij de voorpost was van de dood. Want ik was daarvoor in Vught zo verschrikkelijk ziek geweest en was ook nog met een strafappel had ik nog gehad vlak voor vertrek. Dus ik was nou niet zo in een geweldige hoera-stemming en toestand. En dus in Auschwitz, Birkenau, het verschil, aangekomen op een plek die niet de beschrijving had die hij ons gegeven had. Ik denk, hé, we komen dus toch ergens anders aan. Hij had precies de beschrijving gegeven van andere plekken. En pas een aantal jaren geleden heb ik ontdekt waar het was. En iedereen zei, dat kan niet. Maar mijn domme verstand zei, ik heb toch gelijk. Ik zie het nu. Mijn zus en ik even omhelst, afscheid genomen, kus, handdruk. En we hebben het nog gehad over de vogels, de leeuwerikken die we hoorden zingen. En nog wat andere vogels. En zij werd meteen bij de groep vrouwen die apart genomen werd. Gedeeltelijk naar het experimentenblok heb ik gehoord. En later andere groep ook naar gewoon werk of wat dan ook gebracht. Zij is later vermoord, opzettelijk vermoord, door een tyfusinjectie die ze kreeg in februari 1944. Bewijzen daarvan voor kan je als je naar de universiteit, de Wolfgang von Goethe Universiteit in Frankfurt gaat, kan je het zien in de publicaties die de IG Farben-industrie over hun kwalijke rol zelf daar hebben opgehangen. Daar kan je lezen dat zij op 12 februari of zoiets een zending levende tyfusbacillen naar Auschwitz sturen omdat de SS daar proefnemingen mee wil doen. Nou, dan is 2 met 2 wel 1. Dus dat, maar dat wist ik toen al in de oorlog, hoor. Ik werd meteen richting gaskamergroep gestuurd door een gewone SS'er. Maar dacht, proberen of ze me niet zien, probeer ik naar de groep te gaan die duidelijk naar slavenwerk moeten gaan verrichten ergens. En ik wilde dat toen. Ik dacht, nou, nu kan het. Werd tegengehouden toen door een hogere SS'er. En die zei, wat doe jij, je moet daarheen.
zei, ja, maar ik ben al 18, ik spreek vloeiend Duits. Heb al een jaar in een concentratiekamp gezeten. Nou ja, een beetje omhoog afgerond. En weet wat hard werken is. En dat kan ik graag doen. En ik wil niet de gaskamer in. Want ik weet dat het zo lang duurt voor je dood bent. En ik smeekte nog een keer om mijn leven en zei, ik wil dat woord gas nooit meer van je horen. Want als ik merk dat je het ergens gebruikt, ik zal je in de gaten houden, dan sla ik je ter plekke dood. En ik dacht, dat meent hij dus. Ik ben de gaskamergroep naartoe gelopen. En toen ik merkte dat hij niet meer keek, ben ik die groep ingelopen. Ik dacht, een bajonet door mijn lichaam, hè, de snellere dood dan die gaskamer. Overigens, mijn zus, het afscheid met mijn zus, was toch ook wel, zij verwachtte echt dat ik het niet zou redden. Ze zeiden ook iets van, ik hoop dat het niet te lang zal duren voor jou. Duidelijk genoeg voor ons. Ik ben die groep ingelopen, intussen werden natuurlijk meer geselecteerd. Ik denk, nou kan hij me niet zien. En ik lette even op, want die andere groep stond misschien zo ver van de gaskamergroep af. Nou, smaller dan deze kamer breed is, deze zaal breed is. En denk, ik ga toch proberen over te lopen. Als ik een bajonet door mijn lichaam krijg, nou ja, hoort erbij. En dat is een snelle dood. Ik loop rustig over, niet zoals ergens staan dat ik overren. Nee, zo gek was ik niet. Want dan maakt hij onrust. Dus kalm doen. Ik loop rustig over. Nou, ik word angeschnauwd op zijn SS'ers. En nou ja, dat kende ik wel. Dat soort gescheld en geschreeuw. Ik dacht, als ze beginnen te schreeuwen, dan gebeurt er niks. Dus ik loop in de groep Nederlanders in, waar iemand moppert dat ik hun in gevaar breng. Ik vertelde hem meteen, ik denk eraan. Ik weet hoe we vechten moeten, hoor. Dus, nou, hij hield zijn mond wel verder. En begreep het heel goed. Als ik op een school een gastles geef en de jonge vrouwen kijken me aan. Ik zeg, als jullie eens een keer een man hebben die vervelend is, dat gebaar is denk ik voldoende voor een man om af te haken. Ik zeg, misschien een gekke les, maar als je het niet begrijpt, dan moet je het maar eens vragen aan het vriendje. Na de oorlog heb je een documentaire gezien waarin een SS'er eigenlijk vertelt dat er meerdere mensen al verliepen. Ja, dat niet alleen, dat vertelde hij, maar ik had die bevestiging al van meerdere overlopers, van mijn vrouw. Toen ik haar leerde kennen, vertelde ik ook dit verhaal. Ja, je loopt er van over natuurlijk. En toen zij zei meteen, ik ken nog twee jongens, hetzelfde als jij. Ik heb die naam vaak genoeg genoemd en nou ineens ben ik hem kwijt. Komt straks wel. En van nog een ander, die hebben hetzelfde gedaan als jij. Ook overgelopen en hebben het overleefd de oorlog. Want anders had zij ze niet gekend. Na de oorlog heeft ze ze leren kennen. En dus daarna werden wij netjes per vrachtwagen van Birkenau naar het stamlager gebracht. Dan kan je wel lopen natuurlijk, dat kleine dat kippeentje. Maar ja, een vrachtwagen volladen met één bewaker kost minder SS'ers dan een hele groep te bewaken die lopen moet. En in het stamlager werd nummer getatoeëerd. Onder andere natuurlijk weer gedesinfecteerd en geschoren en schoon pakje aangekregen en eten gekregen. En nummer getatoeëerd. Maar ik had al mensen gezien met zo'n gek groot nummer. Ik vond het zo lelijk dat ik tegen die gevangenen zei van, kan je dat niet wat netter doen? Ja, zei, ik heb haast, alles moet snel, snel, snel hier. En hij zegt, pak mijn inkt maar beet. Nou, net nummer. Ik heb het al in 1960 ongeveer laten weghalen. Ook vooral op het gerucht dat er ging dat die inkt wel eens kankerverwekkend zou zijn. Nou, dat weten we langzamerhand, dat die inkten soms dan kankerverwekkend zijn.
150.811 met een driehoekje eronder. Waarom ik dat driehoekje kreeg, nooit begrepen. Geen SS'er kon het me vertellen, geen gevangenen, geen niemand. Nou ja, hoorde erbij. Na de oorlog, mijn moeder had net zo'n net nummer. Ze had precies hetzelfde gezegd tegen de tatoeëerster die haar moest tatoeëren. Hm. Waar je al niet aan denkt. En waar werd je naar overgebracht? Wij werden toen overgebracht, dat werd ook meteen gezegd, naar Monowitz. Een kilometer of 8 naar het oosten. Dat lag tegen de industrie van de IK Farben-industrie aan, nog een heel groot complex. Ik denk 6 kilometer bij 4 kilometer zoiets, misschien nog meer, 10 kilometer bij 3. En weer bijzonder geluk. We hadden centrale verwarming toen nog niet nodig in dat kamp. Want stoomleidingje van de industrie over de weg en spoorlijntje naar het kamp. Een overlevende stoombuis aanleggen. En ik sliep natuurlijk altijd, zorgde wel bovenste bed te slapen. Kijk, als er iemand ziek werd, konden ze niet op je pissel poepen. En lag ik bovenin. Dus, en dat was wel een beetje warm soms in de winter. Nou ja, hoorde bij het genoegen. Eerste ochtend, of Appel, de volgende ochtend door Appel, werd gevraagd naar tuiniers. Gärtner, nou dat was ik natuurlijk nooit geweest. Moest werken in de tuinderij van de SS. Ja, en dat er wel eens wat in mijn mond terecht kwam. Tomaatje of aardbei of spinazie of andijvie of weet ik veel, wat radijsjes of dergelijke dingen. Daar kon ik toch niks aan doen. Ja, dat was pech. Het waren natuurlijk andere gevangenen. Dus dat kan je niet doen, Ernst. Zeg, ik weet precies wat ik wel kan doen en wat ik niet kan doen. En natuurlijk geen probleem gehad daar. Maar na 2 weken of 3 weken brak onder alle Nederlanders diezelfde ziektes die ik al in Vught had gehad uit. Die hele, dat syndroom brak uit. Dus wij mochten niet meer in die SS-tuinderij werken. Toen ik heel zwaar werk gehad. Stenen sjouwen, cement sjouwen. Echt het, nou, het beruchte werk. Oh ja, in Monowitz hadden we 3 keer per dag eten. Een werkkamp. En die IK Farben eiste dat er 3 keer per dag eten was. Want ze wilden dat een gevangene die eenmaal ingewerkt was, die hoefde pas dood te gaan na tenminste een half jaar. Maar niet eerder. Dus dat eten was ook niet van al te slechte kwaliteit. In Vught hadden we ook 3 keer per dag eten, als ik me wel herinner. Wat hield jou op de been? Want je was helemaal aan jezelf overgeleverd. Je was 16, 17 jaar. Ja, gewoon jong zijn, levensdrang, levenswil. Gewoon hopen dat je het kan overleven. Hopen dat je het kan navertellen. Hopen dat je familie, een enkel familielid, het ook nog overleeft. Dat houdt je op de been. Door mensen die doorgeplaatst waren vanuit Vught, Vier Westerbork, Auschwitz naar Monowitz. Mannen, had ik al wel gehoord over mijn moeder. Had ik verhaal gehoord hoe zij ziek was geworden in Vught, doordat Wanda en ik weggevoerd waren. Ze afgetreden als kampleidster van het vrouwenkamp. Bij Philips gaan werken, waar ze meteen door de andere vrouwen tot bandleidster werd gepromoveerd. En daardoor het ook daar weer wat beter had. Ja, maart 1944 ontmoet ik de verpleger uit Vught, die ook doorgestuurd was via Auschwitz naar Monowitz. En die als eerste reactie zegt, als toen hij mij ziet, God Ernst, dat jij leeft? Ach, dat weet ik toch, want jouw briefkaarten die jij gestuurd hebt, de inhoud daarvan, hebben we in Vught gekregen. En dat kwam gewoon via de pakketten die gestuurd werden naar ons binnen. Natuurlijk mocht dat niet. Maar een pakket bind je dicht met touw. Touw toen wikkelde je uit. Of dat was papier gewikkeld. Dus mijn oom schreef daar een brief, heel klein.
Dat herinnert me aan, aan dat kleine zeven. En dus we kregen, en een keer zei de zesser tegen mij, Ernst, en nou gaan we dat pakket om bekijken, want jullie krijgen altijd post in de pakketten. Dus de zeep werd doorgesneden, het brood werd doorgesneden, alles werd doorgesneden wat erin zat. En hij zegt, nee, in het pakket zat het niet. En toch krijgen jullie brieven, zei hij. Dat is helemaal niet waar. Ja, kom Ernst, probeer geen leugentjes op te hangen, wegwezen. Natuurlijk wegwezen. Want toen ik het touw van het pak afhaalde, gooide ik het in de prullenmand. En zei tegen een van de andere mensen, hè, verdorie, is die prullenmand weer vol. En hij bleef weg met de prullenmand. Ik wist natuurlijk heel goed wat het betekende. En kreeg netjes, hij wist waar het, precies waar het touw lag, kreeg dat terug. En er zat een brief in, natuurlijk. Maar in Monowitz moest je een briefkaart sturen? Moest. Twee keer. Ja, waarom? Waarschijnlijk omdat SS'er, want ik dacht dat het beide keren door een SS'er me opgelegd is, maar dat ging dan meestal via de barakleider. Nou, hij spreekt goed Duits, kan dus ook goed Duits schrijven, dus dan moest je een briefkaart sturen. Nou, allebei de briefkaarten heb ik na de oorlog teruggekregen, maar één van die twee heb ik. Waar, weet ik niet meer. Schande over mij. En de andere ben ik helemaal spoorloos kwijt. Maar de beide inhouden heb ik wel. En op de tentoonstelling, Post uit de Vergetelheid, Waarom schrijf je me niet, die op het ogenblik staat in het... Nee, vandaag niet meer. Gestaan heeft op Nationaal Monument Vught voor een maand en die nu wordt ingewijd morgen op het Barends Lyceum en waarvoor ik volgende week ook weer een inleiding geef. En daar liggen dan de fotocopieën van die briefkaart en van de brieven van mijn zus en de twee dagboeken van mijn zus liggen daar ook. Ernst. Meneer Polak wil wat vragen. Ja. Als mag, ja. In Monowitz, u vertelt wel wat over zeg maar, hoe dat daar was. Maar hoe ging dat wel tussen de gevangenen onderling? Hoe daar iets af? Ja. En daar vielen natuurlijk ook heel veel doden. Hoe was dat gevoel daar nou zo bij? Nou, in zo'n kamp als Monowitz waren er niet zo verschrikkelijk veel doden. Want op het werk mocht er niet geslagen worden. Want kijk, een industrie die productie wil hebben, wil niet dat de gevangenen die daar werken geslagen worden. Of dus, voor het hele kamp of voor het gedeelte waar u zat? Nee, dat gold wel voor het hele kamp. Er werd natuurlijk wel daar geslagen, bijvoorbeeld op buitencommando's. Want niet iedereen werkte op de IG Farben-industrie, maar ook erbuiten voor ten behoeve van de IG Farben-industrie. Ja. En er waren mensen, nou eenmaal mensen die slaag uitlokten. Ik heb het ook wel eens gedaan, uitgelokt, ja. Ik weigerde 100 kilo te dragen. Want ik had die SS'er al eerder geërgerd dat ik met, toen wogen zakken ze met 50 kilo, hè? Nu tegenwoordig 25. Het scheelt iets. Dus je moest, ik droeg niet, deed het niet snel genoeg naar zijn zin. En... toen pakte hij eerst al natuurlijk schelden. En nou, als je het niet doet zoals ik zeg, dan krijg je een pak slaag van mij. Zo, dat doet hij dan maar. Bij gevolg deed hij het niet. Maar pakte mijn muts af, gooide mijn muts weg. Ga je muts halen, je mag niet zonder muts. Ik dacht, nou, je kan me wat. Dus ik zei van, ja, dan schiet u me in de rug. Of de vloegt er schossen en dan krijg je nog een premie ook. Nou, toen was hij kwaad en toen kreeg ik een stel schoppen en klappen. Ik denk, nou heb je me aangeraakt. Jij schiet niet meer. Ik ben rustig weggelopen, heb mijn petje opgehaald, kwam terug. Ik heb met die SS geen last meer gehad. Ik was hem überlegen, als je weet wat het betekent in Duits. Ik was zijn meerdere in feite. Dat is natuurlijk krankzinnig. Als jonge kerel, op die manier. Maar ja, ik zit hier. Maar als je zo naar je verhaal luistert, hè, ja. Dan... Natuurlijk, nee. Er was een dosis geluk. En hulp.
En hulp. Hulp van anderen. En hoe. Maar kennelijk was jij ook in staat om, die, om voor jezelf die kleine openingen die er waren, om daar gebruik van te maken. En als dat geluk langs gaat, moet je het meteen pakken. Het komt niet terug. Je kan niet zeggen, nee, ik stel uit. Het is nu, niet straks. Als jij één keer meemaakt een bom ziet aankomen in jouw richting, is het naast die trottoirband liggen. En geen moment twijfelen. Nu. Die valt dan daar. En de rotsen gaat over je heen. Ja. Dat is razendsnel reageren. Uiteindelijk, ja. Maar is het een karaktertrek of heb je dat daar geleerd in de kamp? Een karaktertrek die ik al had. Ja. Dat is me vooral de laatste tijd wel verteld. Ik heb in mijn biografie is opgenomen, eigenlijk door mij, foutievelijk, dat ik misschien tegenwoordig bekeken zou zijn als ik een jongetje nu was, als een ADHD, een autistisch jongetje. En, maar ik heb te horen gekregen, dat was je nooit. Alleen, ook toen al, twee woorden, je wist de vraag en je wist het antwoord al. En dat heb ik soms nog fout. Want je kon heel snel schakelen. Heel snel. Ja. Razendsnel, ja. Ik ben in Vught ook in de Monowitz ook weer in coma gelegen. Tyfus gekregen. Ik ga naar een vriend toen me op zijn verjaardag. Günther Natowitz. Eind maart. Schud hem de hand. Hij zegt, je bent ziek en je hebt tyfus. Hij zag dat waarschijnlijk aan mijn gezicht of zo. Vanaf dat moment weet ik een hele tijd niets, want ik ging. Hij heeft me naar de ziekenbarak gebracht. De administrateur van de ziekenbarak, Leon Stasiak, begreep het meteen. Er moest urine en bloed ingeleverd worden. Misschien ook ontlasting. In ieder geval, hij levert dat van hem in. Dus Ernst Verduin had een onbekanter krankheid met hoog fieber. Ik was te lang ziek en toen heeft hij me laten sterven. Hij was al een soort oudere broer, half vader. Ik had hem al door andere oorzaken heel goed leren kennen. En hij had mij verschrikkelijk geholpen. Ongelooflijk. En dus toen weer. Maar na in april, ik geloof 3 weken ziek, dan moest je naar de gaskamer normaal gesproken. En er was natuurlijk veel reden om ziek te worden, door ontsteking, door ongevalletjes op het werk en zo. En hij heeft me dus op papier dood laten gaan. En de SS-arts die daar controleerde zei, ik heb toch gezegd dat hij tyfus had. Maar diezelfde SS-arts heeft me daarna wel zien liggen. Dus wat heeft hij gedaan? Die had ook een bord voor zijn kop hoor. Dus. Want ik heb hem ook een keer een etenschaal naar zijn hoofd gegooid. Daar heeft hij om gelachen, over waanzin gesproken. Hoe bestond het? Hoe kon je zo een onvoorstelbare stommiteit uithalen? Een SS'er een etenschaal naar zijn hoofd gooien. Je bent, nou ja. Ja, uiteindelijk gaan jullie in januari 1945 met de dodenmars naar Gleiwitz? En verder. En verder. En jij ziet kans om. Ik ben laat uit Monowitz vertrokken. Ik wist dat er mensen achterbleven. Maar ik wist ook dat er blauwgas opgeslagen was. En de SS dreigde om, als er mensen zich onder de vloer zouden verstoppen, met uitgassen van alle barakken. Ik denk, ja, ze hebben het blauwgas opgeslagen, dus dat zullen ze wel doen. Nou, ze hebben het niet gedaan. Anders had ik daar wel bevrijd door de Russen. En ik wist ook dat een groep waar van de onder andere die Leon en een aantal andere Polen bezig waren geweest. Ja, waardoor weet je dat? Na de oorlog heeft hij gezegd, bestaat niet, we hebben er niet over gesproken. Ja, je kan dat niet geweten hebben. En toch wist ik het. 8 mensen zijn onderweg van Monowitz naar Gleiwitz gevlucht,
Polen, die dus vloeiend Pools konden spreken, en hebben allemaal de oorlog overleefd. En Leon is nog, want voor de Russen daar kwamen, zijn er nog een maand of twee maanden geduurd, heeft ondergedoken gezeten bij een boer, is met de dochter getrouwd. Ik heb ze allebei na de oorlog gesproken. Die dochter en haar broers en vader hebben Yad Vashem oorkonde gekregen, haar vader dus postuum, haar vader en moeder. En de laatste keer dat ik de zoon van de jongste zoon van Leon Strijsjak heb gesproken, was vorig jaar januari op de Auschwitz-gedenking in Birkenau. Was hij ook, Pjotr. En we hebben regelmatig mailcontact. Dus ach, het is vlakbij. Maar jij moest op de dodenmars. Ja, gegaan. Ook natuurlijk weer iets uitgehaald wat niet mocht. Ik ben er langs gelopen. En ik fantaseerde. Als een SS'er mij vraagt waarom ik, want het ging zo langzaam. Waarom loop je hier langs? Ja, een SS'er die ik achterop had gezien, een hoogofficier, wiens naam ik kende, die heeft me gestuurd naar voren om te vragen of het wat sneller kan. Want het gaat zo langzaam, zo traag. Geen SS'er heeft me wat gevraagd. Geen hond, dus interesseerde ze totaal niet. Je moest in de rij blijven lopen. Kijk, de mensen die uitvielen, hoefden ze niet eens dood te schieten, want die bevroren wel dood. Ik heb geen schot gehoord, hoor. En ik heb wel doden zien liggen, maar doodgevroren. Want natuurlijk die laatste dagen in Monowitz was het ook al bar en boos met eten. Die verwarming draaide niet meer. En ja, dus het was helemaal niet zo moeilijk om toen dood te gaan, hoor. Een vriend van me kreeg van een SS'er zijn geweer te dragen. Die SS'er kon het niet meer dragen. Had zijn plunjezak al weggegooid en kon het geweer niet dragen. Dus hij moest het geweer dragen. Maar waarom liep jij dan zo snel? Ik te koud werd. Met langzaam lopen. Ik wilde gewoon opschieten. En dan kwamen we in Gleiwitz. En er stond een kolentrein. Waar ik me pas veel later, pas nu jaren na de oorlog, realiseerde. Dat die trein uit Monowitz kwam. Met het ziekenhuispersoneel. Met alle machinerieën van het ziekenhuis. Dus röntgenapparatuur, operatiekamerapparatuur. En ga maar door. Want dat stond allemaal op die trein. In die open kolenwagens. Maar ik kwam er aanlopen, dus die trein stond al op vertrek of was al aan het rijden. En vraag aan mensen, waar gaat die trein heen? Ja, die gaat naar Boegewald. Oh, ik moet die trein nog halen. Hè? Ja, ik moest een jaar ertappen. Dus ik ben achter de trein aangerend erop gesprongen. Wist intussen wel hoe je op een rijdende trein moest springen, dat had ik wel geleerd. En klim op die laatste wagen, dat was met laag hout eromheen. Kolenwagens, meestal 2 meter hoge omheining. En daar lagen al de lijken op. Kennelijk had hij onderweg ook al lijken verzameld. Misschien ook een ander kamp vandaan, ik weet het niet. In ieder geval, 1 lijk bewoog. Alleen die hebben we er niet tussenuit kunnen halen. En dat hoor je dan later, jaren later op televisie, van een van die andere mannen, want er stonden er nog 2 op. Ja, we stonden daar met 3 mensen op. Wat was het ergste dat hij meemaakte? En hij vertelt datzelfde wat ik nu net vertel. Dat een lijk bewoog en dat we die er niet tussenuit konden halen. Want die was volledig vastgevroren aan de anderen. Ja. Zo hoor je dan ook later nog dat je geheugen wel toch wel niet al te selectief is geweest. Ook wel dat soort dingen heeft onthouden. Je komt in Boegewald terecht. En, daar werd ik meteen meegenomen door een van de mensen van die zieke barak, een van de artsen of zo, een professor, weet ik veel. Namen ben ik langzamerhand aan het kwijtraken. Heijman of Stefan Heijman. In ieder geval, Ernst blijft bij ons. Maar prima, ik bleef bij hem. Kwam daardoor in een oudere barak, het zogenaamde Grote Lager. Wat in feite een kleiner deel van het kamp was. Want het kleine lager, dat was intussen veel groter dan het Grote Lager. Maar dat Grote Lager, hè, betere barakken, betere omstandigheden. En daar met hem mee in de Jodenbarak gekomen. En
volgende ochtend op appel werd er naar waldarbeiter gevraagd. Was ik natuurlijk ook nooit geweest. Maar ik dacht, dat betekent 3 keer per dag eten, zware arbeid. Want ik wist wel dat Boegenwald maar 2 keer per dag eten kreeg. Ach, van andere gevangenen wist je toch wel alles over andere kampen. Want daarom wilde ik naar Boegenwald. Ik had gehoord dat dat zoveel beter was dan andere kampen. Nou, ik heb 1 foto die als laatste foto misschien getoond kan worden hoe Boegenwald was. En, ik kreeg daar 3 keer per dag eten. Waarschijnlijk extra brood bij het ochtendontbijt of wat dan ook. Want ik kreeg zware arbeid tussen de hekken van het concentratiekamp en het hekken van de SS-barakken in. Ik had dus geen bewaking. Nou, ik heb zo hard gewerkt als nodig was. En daarvan herinner ik me ook waarom ik absoluut zeker 3 keer per dag eten kreeg. Iemand probeerde mijn brood te stelen. Het bleken vader en zoon. De zoon probeerde dat en de vader vertelde toen wel wat hij van zijn zoon dacht, die zoiets durfde te doen. En die zoon deed het dus niet. En ik vertelde daarna, hij heeft geluk gehad, want als hij het wel had gedaan, had ik hem met deze aks, zo'n hele aks van 7,5 kilo, die had ik van boven op zijn hoofd laten dalen door hem heen. Ja. En die mevrouw Stijn van de administratie van het herinneringscentrum Boegenwald wist zelfs wie die vader en zoon waren, meteen. Dus het is allemaal maar, het zit allemaal vlak bij elkaar. Uiteindelijk. Leven en de dood. Ja. Uiteindelijk zie je dan kans om 8 april in een barak bij de Nederlanders te komen. Toen werden alle Joden en eigenlijk alle gevangenen van het kleine Laren, dat waren ook Engelse krijgsgevangenen, Amerikaanse krijgsgevangenen, Poolse politieke gevangenen, Joden en Roma en Sinti, Zigeuners en ook de Joden van de Joodse barak weggevoerd. Ik zag toen 2 Poolse mannen die ik uit Polen kende, die uitgesproken antisemitisch waren en waar ik van wist dat geen Joden waren, die zich melden dat ze niet mee hoefden als niet-Jood zijnde. Hun broek werd omlaag getrokken, ze waren wel besneden, zoals veel Polen en zo. En ook Engels en Amerikanen, mannen, hoeven helemaal geen Joden te zijn. Kregen het geweer over zich heen. En ik dacht, ha, mijn kans. Loop achter diezelfde SS'er die me meteen wegjoeg aan. Maar ja, toen ik achter hem aanliep, merkte hij niet dat ik achter hem aanliep. Hij werd dus een stukje verder door een stel andere SS'ers uitgelachen. En hij wilde me slaan, maar ik was toen wel op afstand net. En een hogere SS'er riep mij. En waarom ik dat gedaan? Ik kon ineens geen Duits spreken. Van een Jood werd verwacht dat hij goed Duits sprak. Want ik speelde een debieltje, liet speekslagenmond hangen. En begreep maar niks. Ja, ik niet Holland, ik niet Joden, ik Hollander. Ik niet weten waarom. En, nou ja, een beetje. En ik zag meteen aan zijn gezicht dat hij mijn verhaaltje wel niet geloofde. Meteen. Dat voel je aan. Hij lachte een beetje, natuurlijk krankzinnig. En trok mijn broek omlaag en zag dat ik niet besneden ben. Want mijn ouders hadden het niet laten doen, vonden dat een dusdanige religieuze handeling. Ach, en dat kleine dingetje, dat maakte dat ik het daar weer overleefde. En natuurlijk vroeg je mij waarom ik in het kamp zat. Ja, Spertzeit. Zegt hij, dan had je maar niet in Spertzeit op straat moeten zijn. Dat is heel stom, dat weet je best. En nou wegwezen. Ik zei, ja, maar waar is de Nederlandse barak? Heur af met hem theater moet verdwijnen. Hij had me natuurlijk door. En als er dan ook nog een SS'er komt die jou bij naam en toenaam kent, maar die ik niet gezien had, en dan langs je heen loopt en zegt, ach, doe kein Jude, ach, doe ernst kein Jude, en doorloopt. Waanzin gesproken. Ik heb wel het overleefd.
Er wordt nu door iemand gezegd dat zij met z'n tweeën met mij meelopen. Misschien wel, misschien niet. Ik herinner het me absoluut niet. Maar diezelfde persoon beweert dat die SS'er die mij toestond naar de Nederlandse barak te gaan, dat hij te paard zat. Nou, ik heb geen paard gezien, dus ik veronderstel dat hij een kleine vergissing maakt. Uiteindelijk overleef jij de oorlog en je moeder. Nou, die 3 dagen, 8, 11 april, ja, is het over. Ja, precies. Dan word je bevrijd. Ja. Ernst, in hoeverre werkt de oorlog, jouw herinnering, jouw ervaringen, in hoeverre werken die door? Jullie hebben het gehoord in alles. Ik geloof dat wat ik verteld heb duidelijk is dat het totaal doorwerkt, continu. Continu. In alles. Desondanks heb ik een fantastisch huwelijk gehad. Toch zo'n 40 jaar samen geweest, 44 jaar bijna, met mijn vrouw, voor ze overleed. Twee fantastische kinderen. Dochter die twee heerlijke kinderen heeft, een grootzoon en een grootdochter, oh ja, kleinzoon en kleindochter. En mijn zoon in Spanje, getrouwd met zijn Spaanse vriend. Dus ik heb een vol leven gehad en heb dat nog. Heb dankzij deze dame in het blauwe blouseje een latpartner gekregen, ook alweer x jaren, 14 jaren. En ach, de auto weet de weg wel te vinden naar Heerenveen hoor, heen en weer. En er zijn nooit files. Ik weet niet wat files zijn hoor. Ik rij er altijd omheen. Ernst, ja. Ik wil je heel erg bedanken. Dat mag. Voor dit, dat je met je, nou ja, je verhaal met ons hebt willen delen. Echt, dank je wel. Als er vragen zijn, natuurlijk graag. Er mag nog een vraag gesteld worden. Wat heeft het voor werk gedaan? Wat zegt u? Wat heeft het voor werk gedaan? In de ruimste zin pensioenwerk. Ja, maar, voor... maar je bedoelt in de kampen of na de oorlog? Na de oorlog. Vanaf 19, toen ik 30 was, toen trouwde vanaf die tijd eigenlijk meteen pensioenwerk, tot ik 80 werd, dus zo'n halve eeuw. Van mijn 30ste tot mijn 80ste. Nou, wat bedoel je precies met pensioenwerk dan? Alles. Advieswerk, half actuarieel, beleggingen, juridisch, pensioenreglementen, overeenkomsten, werkgever, pensioenfondsen, alles. Nee, dat heet dat ik bedoelde. Ik heb altijd mijn verhaal verteld en daar het dat is min of meer mijn werk geworden. Het is wel mijn werk geworden nu, maar dat levert geen geld op. Nee, nauwelijks een reiskostenvergoeding, soms dat niet eens. Maar, en dat hoeft niet altijd ook. Maar daar heb ik goed in gewerkt. 3 verschillende banen. Ook daarmee altijd weer het geluk gehad. 1 baan om 11 uur wordt je verteld dat het bedrijf je niet meer kan betalen. En om 12 uur heb je je volgende baan al. Ja. Als je mag, ik ben op het verhaal, dank u wel daarvoor. Wat ik me eigenlijk afvroeg, u heeft toch wel, denk ik, helder gemaakt hoe u daar heeft, in die hel heeft kunnen overleven. Dat is het. Wat me eigenlijk dan volgens mij, uw moeder heeft ook overleefd. En ik heb haar eigenlijk even net zitten afvragen van, wat heeft nou gemaakt dat zij overleeft? En van u is het wel redelijk, tenminste voor mij redelijk duidelijk, maar wat heeft nou gemaakt dat zij overleeft? Dat zij overleeft, toch voor een stuk hetzelfde heus hoor. Ze is geholpen. Vrouwen vooral. Vrouwen hebben elkaar geholpen. Veel meer nog dan mannen. De solidariteit tussen vrouwen, zoveel groter. Dat heb ik toen al echt bewust geweten. Bewust gemerkt. Dat klinkt misschien absurd, maar ja, het was duidelijk. Persoonlijkheid. En persoonlijkheid. Persoonlijkheid.
en durven een heel sterk geestelijk en lichamelijk zijn. En jouw moeder is uitgewisseld naar Zweden. Ja, mijn moeder is uitgewisseld naar Zweden. Nee, maar meneer, zijn moeder heeft ook overleefd. Begrijp ik toch goed? Nou, dat zei ik niet hoor, maar dat is toch zo. Maar die, dat lijkt me of vader even twee. Ja. Nee, mijn moeder. Maar daar vraagt het niet voor. Nee. Mijn moeder is ook ruim 96 geworden. Dus. En tot dan ook mooi gebleven. Ja, ja. Dat krijg ik ook nog door. Kan ik niks aan doen. Ik heb het niet lelijk gemaakt. Is niet jouw schuld. Wat? Is niet jouw schuld. Niet jouw schuld. Misschien juist wel. Is er nog een laatste vraag? Ja? Was je ontmoeting met uw moeder? Hoe was je ontmoeting met je moeder na de oorlog? Tja. Natuurlijk, fantastisch. Maar zij was in Zweden. Ik hoorde op mijn verjaardag, 22 juni 1945, pas dat zij het overleefd had. Ik had wel vermoedens, want ik wist van het Philips-transport, ik wist van de reis van Philips vrouwen en mannen vanuit Reichenbach en andere plaatsen uit Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, via Denemarken naar Zweden, daar had ik over gehoord. Maar ik had ook gehoord over de twee schepen die in de Oostzee getorpedeerd waren. Eén van die twee zaten ook allemaal concentratiekampen gevangenen op. Het andere weet ik niet zeker meer. En dus ja, je hoorde niks, je kreeg geen informatie. Dus. Maar op 22 januari moest ik toch nog even naar Amsterdam naar mijn oom Ben, die briefjes in die pakketten verzorgde. Want hij zei, ik vind het toch fijn als je op jouw verjaardag even bij ons komt. Ik kom daar en hij zegt, zeer ongebruikelijk, want wij gebruikten allemaal voornamen en geen tante en zo. Jouw tante heeft je wat te vertellen. Ze zit boven op haar kamer, Reguliersgracht, hier in Amsterdam woonde zij. En weet je wat nou het belachelijke is? Op het moment dat hij dat zei, wist ik dat mijn tante mij zou zeggen dat ze bericht hadden van mijn moeder. Hoe kan dat? Ik loop naar haar boven en ze vertelt dat ze net een telefoontje hebben gehad vanuit Zweden. Of het regelrecht nou van mijn moeder was. Ik dacht dat mijn moeder regelrecht met haar gebeld had, maar dat zij in Zweden zat. Mijn moeder hoorde pas begin juli dat ik leefde. Toen kwam er een lijst met overlevenden van Boegewald in Zweden aan. Die kijkt zij door en er staat een Ernst Verduin uit Bussum, oud 81 jaren, op. En toen zei ze, nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Er is maar één Ernst Verduin uit Bussum. En dat is Ernst, dus gewoon het Engels en het Zweeds getalsverwisseling en bekende. En dat klopte. En toen ze aankwam, ongeveer 1 augustus, het tweede vliegtuig vanuit Zweden met gevangenen naar Nederland, belde zij vanaf Schiphol met vrienden in de Constantinhagenstraat, hele goede vrienden. En die belde mij weer door en ik ben op de fiets naar Amsterdam gekomen. En daar was ze intussen vanaf Schiphol bij hun in de Constantinhagenstraat. En daar ben ik heen gegaan en daar hebben we elkaar gezien, omhelst en met leven verder gegaan. Gewoon. Gewoon. Ik ben naar school gegaan, middelbare school afgemaakt. En daarom ook staat die tentoonstelling Post uit de Vergetelheid vanaf morgen op het Barends Lyceum. En ik geloof volgende week word ik daar geïnterviewd op het Barends Lyceum. Want daar heb je op gezeten? Want daar heb ik op gezeten. Daar heb ik eindexamen Gymnasium Beta gedaan, Gymnasium B. En ja, mijn zus had daar gezeten voor de oorlog. En mijn kinderen hebben ook daar hun eindexamen, VWO, HAVO gedaan, Bert en Joka op het Barends Lyceum. Dus waar was het? Was dé aangewezen plek om mijn biografie te presenteren. Dus daar gedaan.
2 jaar geleden, november. Nou, ik heb nog één vraag. Kun je wat vertellen over die foto? Ja, deze foto, die ken ik heel goed. Dat is mijn familie, mijn generatie neven en nichten. Van linksaf, ik ken de foto uit mijn hoofd. Boven mijn zus Wanda. Ik zit voor haar met bril op. Ernst. Naast mij, tegen mij aan, mijn nicht Ineke, die nog leeft. In onderduik overleefd heeft. Naast haar, haar jongere broertje Emiel, die een flink aantal jaar geleden overleden is, veel te jong. En hun moeder heeft het overleefd, en dus van Wanda en mij ook onze moeder. Boven 2 donkere kleding, Bob en Frits, allebei vermoord. Hun vader was die Ben, die was getrouwd met een niet-Joodse vrouw, maar niet hun moeder. Hun moeder was overleden na de geboorte van de jongste Frits. Dat is degene met de krullen. Die is vermoord in november 1944 in Auschwitz. Bob tussen 8 en 11 april met tienduizenden anderen buiten Boegewald. Hij liep langs waar ik ergens stond bij de Nederlandse barak. En ik siste zo'n beetje Bob hierheen. Hij herkende me wel, maar hij schudde nee. Hij had het opgegeven. En ze begrepen echt wel, die mensen, dat waar ze heen gingen, naar de dood. Velen zijn verbrand in grote schuren waar de SS vlammenwerpers op hebben gezet. Dat is me ook vaak al verteld, van je fantaseert wat, maar op het Holocaust Museum in Londen, het Imperial War Museum in Londen, werd dat ook vermeld. Dus ook dat klopte wel weer. Dan, daar voor zitten 2 broertjes, ene met vader en moeder Sobibor. Het oudere broertje langer in Westerbork achtergebleven en met het laatste transport vanuit Westerbork nog naar Auschwitz gestuurd en daar vermoord. Boven hun broer en 2 zussen, ze 3. De broer, de oudste van de allemaal, Jacques, heeft de oorlog overleefd, want die is toen het eigenlijk al niet meer mocht, geloof ik, met een niet-Joodse vrouw getrouwd. Kinderen. Hij heeft het overleefd. Zijn zusjes, geen van beiden, allebei vermoord. De oudste, Bella, was hoog in verwachting, getrouwd, samen met haar man vermoord. En haar ouders, en hun ouders, en haar schoonouders, tegelijk allemaal. Dus de ene kant, 1, 2, en dan hun moeder en onze moeder, 1, 2, 3, 4... Hun vader 5 en hij 6 het overleefd. Maar voor de rest, grootouders, verdere ooms en tantes, heel veel verdere familieleden, allemaal vermoord. Misschien even die foto, mensen, over Boegewald, die laatste foto. Ik zal even kijken. Dit zijn je. Mijn ouders, Wanda. Ga maar even door. Dat is Auschwitz selectie in. Boegewald. Dit is na de bevrijding gefotografeerd. Dit is een nette uitgave van. Nette, wat is net? Een gefatsoeneerde uitgave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is een veel grotere foto. Als die hier zou moeten zijn, is de ruimte te smal ervoor, op die grootte. Er staan nog 3 volgens mij, maar anderen zijn nog 4 van deze aanhangers met lijken op. Dit is het crematorium. Het kan zijn dat ik tussen die, tussen die Amerikanen sta, er staat zo links, waar 1 Amerikaan heel afzonderlijk staat. Er staat een rare man met een petje. En ik had toen zo'n raar petje op het laatst in Boegewald. Dus het kan zijn dat ik daartussen sta. Want de dag, 's middags al na de bevrijding, en de volgende dag had ik allemaal 1 contact met Amerikanen. En heb daar wat je noemt Amerikaanse soldaten in het concentratiekamp rondgeleid. En, dus, en ik had gewerkt, waarom ik dus ook zo, ja, daar in Boegewald alle voorrechten had, alle voordelen had, tussen dat prikkeldraad waar dat achter die man die daar staat en die dierentuintje en die SS-barakken,
aan de andere kant van dat dierentuintje. Want dat zijn die SS-brakken erachter. Daartussen heb ik gewerkt. Dus ik had geen echte eigen bewaking nodig. Ik ben bovendien, in ieder geval, dat weet ik zeker, 1 keer was ik het jongetje in de gestreepte pyjama. 2 kindertjes, een meisje en een heel klein hummeltje jongetje, kwamen mij eten brengen. Dat betekent dat een moeder, dus een vrouw van een SS'er, die kindertjes naar mij toegestuurd heeft met eten. Ook over waanzin gesproken. Ernst, nogmaals. Ik heb jullie veel te lang bezig gehad. Sorry. Nou.